We slaan hier containers over met de kraan van een schip, een binnenvaartschip, naar de truck en andersom. En leveren dan uit bij de klant. Je hebt eigenlijk twee stromen, import en export. Import zijn de producten uit Japan, China of bijvoorbeeld Brazilië. Die worden daar gemaakt. Die komen containers naar Europa toe. Dat komt dan in Antwerpen of Rotterdam aan. Dan pikken we het op met een binnenvaartschip. Dan brengen we het hier tot de boren. Halen het eruit en afhankelijk van wanneer het klant het wil, kunnen we dat bij hun uitleveren. Op 10 september 2012 opende minister Schultz van Verkeer de uitbreiding van de haven van Holtum Noord. De uitbreiding ziet u hier achter ons, bijna 4 hectare. En nu wordt gebruikt voor opslag van volle en lege containers. Omdat we verwachten dat er ook een groei komt vanaf Rotterdam en vanaf Antwerpen naar Born toe en de omgeving. We zitten hier aan het Guyana-kanaal, ongeveer 20 kilometer van Rotterdam en 120 kilometer van Antwerpen. En het is een mooie springplank richting Aken en de regio daar en Genk in België. En hier natuurlijk voor in Geleen, Maastricht en Kerkraden. Nu VDL Netcar een doorstart heeft gerealiseerd, biedt dat wellicht opnieuw mogelijkheden. Ik hoop het wel. Ze zijn er nog een beetje onduidelijk over. We hopen dat daar ook voor die auto's een toevoer van onderdelen is. Net zoals de Outlander in het verleden dat was. En dat we die hier kunnen overslaan en bij hun kunnen aanleveren. Ja, we verwachten echt dat de containerstromen gaan groeien. En die kun je gaan vervoeren over de weg en over het water. En wij denken dat veel meer dan voorheen over het water vervoerd zal gaan worden.